heet u? Gerrie Groenewegen. Ik ben Natasja. Wat vindt u hier de negatieve dingen van deze straat? Negatieve dingen? Graffiti. Fietsen aan de verkeerde kant van de boom, zodat ze tegen de auto's aan kunnen vallen met een beetje wind. Stoeptegels. Die losleggen. Heeft u misschien een paar voorbeelden? Hebben we ook nog wel. Kunnen we even naar buiten lopen. Graffiti aan de overkant. Mooi pand. Fiets aan de verkeerde kant van de paal bijvoorbeeld. Daar. Dus als zo'n fiets los staat, dan staat een auto. Dan staat een beetje wind, zit die tegen de auto aan. Dat denken mensen niet meer na. Dus ja, ja, zo heb je... En daar zijn losse stoeptegels? Ja, inderdaad. Ja, ja, en dat gebeurt vaak door die bomen, door die wortels van die bomen. En dan struikelen de mensen over als het een beetje donker is. Dus dat kan verbeterd worden. Dat vind ik misschien niet zo netjes staan. En het is ook misschien onhandig, hè? Want je kan aan de andere kant van de auto kan je niet meer uitstappen. Wat vind ik dan nog meer? Nou... Oh ja, ik vind één ding heel vervelend. Nou kan ik het goed zeggen. Maar het zijn allemaal portiekjes hier, hè, waar de deuren bij elkaar komen. En die liggen bijna elke dag met hondenplas. Dus er zijn honden die worden los hier uitgelaten. En die gaan lekker in zo'n portiekje plassen. En dat vind ik eigenlijk het vervelendste van deze straat. Doen mensen dat, laten ze hun hond uit daar of... Laat ze de hond los en dan dat hij zelf daar gaat plassen. Ik denk dat ze... Nou, die zit keurig aan de lijn, dus daar gebeurt het niet mee. Maar ik denk dat er honden zijn die niet aan de lijn zitten. En die plassen in de portiek. En als ik dan 's ochtends naar buiten kom om gauw naar mijn werk te gaan... dan heb ik al natte schoenen. Dat is niet leuk. Oh, bij u voor de deur? Bij ons voor de deur. Oh. Ja. Dit zijn dus hangjongeren van deze plein. Mafkezen. Dit is ook het negatieve van deze straat. Oude mensen kunnen hier gewoon invallen. Of chihuahua's.